De voetballerij in Suriname moet verder gedemocratiseerd worden. Aan het bestuur Roel Kolf, directeur van de stichting CISO. Dat is de Stichting Instituut Sportopleidingen. Kolf vindt dat ons voetbalwezen aan herinrichting toe is. Het nieuwe bestuur van de Surinaamse Voetbalbond zal die herinrichting teweeg moeten brengen. De gewezen oefenmeester geeft aan dat die democratisering door alle geledingen doorgevoerd moet worden, omdat spelers, clubs, besturen, bonden en de SVB belangen hebben. Het publiek, ons volk, dat belang moet gediend worden. En niets en niemand staat boven eigenlijk dat belang. Maar in ons voetbal wil men haar eigen steeds eng belang dienen. En wanneer mensen komen met ontwikkelingsvisies, worden we vaak boos. Samen dat ik leg uit bakken. Samen dat ik contact. Amman dat ben de madang. Weet je? In plaats dat we naar elkaar luisteren. Dus als ik praat over verder de democratisering van ons voetbal, heb ik het daarover dat ieder open moet staan voor een ander. En wat we niet hebben in dit land is dat we mensen die gearbeid hebben aan ons voetbal niet gewaardeerd worden. Voetballers worden niet meer gewaardeerd. Voetballers worden er buiten gelaten. In elk echt groot voetballand zie je dat ex-voetballers positie innemen. Dan zie je Platini wordt voorzitter van de UEFA. Je hoort Rummenigge, die heeft de leiding daarbij de voetbalbond. Je hoort Beckenbauer heeft de leiding daar. Topclubs. Maar in Suriname worden voetballers als een prop weggeworpen. Wat gaat Kolf doen? Gaat hij wachten op het bestuur? Of gaat hij zelf met zijn instituut naar het bestuur toe om ook zeg maar die ondersteuning te geven? Want ik hoorde een van de bestuursleden praten over er moeten op maat gesneden opleidingen nu verzorgd worden vanuit de SVB. En u bent al jaren bezig, expertise is al in huis. Ja. En precies daar stuiten we op dat grote probleem. Met elkaar samenwerken. Er is een instituut van opleidingen. Dat instituut probeert in alle districten mensen op te leiden. Het instituut heeft goede coaches opgeleid. Twee ploegen spelen nu op het ogenblik. Santos en Caravan. En beide ploegen staan onder leiding van coaches die op dit moment op een opleiding van CISO zitten. Eén in Paramaribo, één in hier. De coach die nummer één wordt in de competitie van de hoofdklasse, die zit op de opleiding van CISO. De trainer van Inter Mungwetapu. De trainer van de ploeg die kampioen wordt in de eerste klasse, de trainer van Takdir Boys, zit op de opleiding van CISO. Dus CISO levert kwaliteit af. Maar die waardering voor het eigene missen we in dit land. En dat is zo jammer. Dus we moeten waardering hebben voor het eigene. We moeten waardering hebben voor onze topvoetballers. We moeten ze een plaats geven. We moeten ze echt faciliteren binnen ons voetbal. En dan gaan we op die manier het voetbal verder democratiseren. Dat iedereen zijn bijdrage heeft. Maar niet dat je vandaag bestuurslid wordt. En je zegt, je gaat de opleidingen structureren. Zonder dat je ooit bemoeienis hebt gehad met opleidingen. Dus dat is het grote probleem. Weet je? We praten vaak voor onze beurt.